Henk, ze hebben de nieuwe shirts voor het nieuwe seizoen gepresenteerd met een nieuwe sponsor. Ja, dat klopt. We zijn er enorm trots op dat wij als Kozakken Boys weer een mooi nieuw goed doel hebben gevonden waaraan wij ons de komende jaren gaan verbinden. En dat betekent dat we vanaf het komend seizoen met het logo van Kika op de borst gaan spelen. Ja, ik vind het fantastisch, want Kozakken Boys is een gerenommeerde vereniging, goede club. En in de gesprekken met de voorzitter Henk de Goeie was al heel snel duidelijk dat ze ook ambitie hebben om maatschappelijk betrokken te zijn. En wat voor ons vooral belangrijk is, dat het uitdragen van het logo, maar ook dat er initiatieven zijn binnen de vereniging. En voetbal past heel goed bij Kika, want sport is gezondheid. En we zijn bezig met de gezondheidsaspect. Kinderen die kanker hebben, moet je beter zien te maken. Daar is geld voor nodig. En Kozakken Boys heeft nadrukkelijk gezegd van, daar gaan we ons voor inzetten. Nou ja, wij waren natuurlijk inderdaad 6 jaar geleden zijn we in zee gegaan met de stichting Make a Wish, wat toen nog Doe en Wens heette. Omdat wij ons heel graag wilden verbinden als club, ook aan een sociaal en maatschappelijk goed doel. Na 6 jaar vonden wij het wel weer tijd om voor verfrissing en voor een ander goed doel. En na een aantal gesprekken en hele leuke gesprekken moet ik zeggen met de organisatie Kika, wat wij een fantastisch doel vinden, waarin wij ons eigenlijk heel erg kunnen herkennen in hun aanpak en in de manier waarop zij werken. Ja, was voor ons de keuze eigenlijk heel snel gemaakt om met Kika in zee te gaan. En wat houdt dan naast de logo op het shirt de samenwerking met Kika in? Nou, dat wij ons actief in gaan spannen voor Kika. En dus samen met onze sponsoren en het bedrijfsleven ook daadwerkelijk geld in gaan zamelen voor Kika. Zoals we dat de afgelopen jaren ook met Make-A-Wish hebben gedaan. Om je een indruk te geven. Wij hebben over de afgelopen jaren ongeveer ruim 50.000 euro ingezameld en gedoneerd aan Make-A-Wish. En naast nog allerlei andere acties die we zeg maar voor Make-A-Wish hebben gedaan. Ja, datzelfde gaan we dan ook weer voor Kika doen. En we dragen dus de naam uit op de shirts. Maar we geven ook daadwerkelijk een invulling met donaties aan het goede doel. Nou, als ik af moet gaan op de eerste gesprekken, verwacht ik alleen maar nog groter enthousiasme. Als ik de sponsoren beluister en ik heb ze net mogen spreken, denk ik van, ja, het past, het is goed. En er komen allerlei ideeën bovenborrelen. En dat vind ik al leuk, dat je ideeën ziet waarvan je vindt, oké, jongens, dat is goed. En wij vinden het belangrijk dat als je wat doet, doe wat je past. Maar heb vooral plezier, want plezier hoort bij kinderen. En kinderen die ziek zijn, hoe ziek ze ook zijn, hebben soms toch ook nog wel plezier. En dat vinden wij belangrijk. Dus niet met een hoofd wat je te neerslaat van moeilijk geval. Nee, iets doen, geld ophalen. En geld, dan kun je kinderen genezen. Zo simpel is het.